Hoor. Daar zijn we weer. Daar staat hij. Hele tasje vol. En ook nog een jumbo tas. Lekker. Want waar is de tijd voor, Bram? Het is tijd om twee nachtjes te vlammen. Ja jongens, jullie zien het. We hebben zelfs de rubberboot mee. En we gaan twee nachten vissen. We hebben namelijk 3 dagen voorgevoerd. We gaan even knallen. Ik denk een kilootje of 10 ingaan over die 3 dagen. We hebben er heel veel vertrouwen in. Wat groter water. En niet vaak gevist, nog nooit een video opgenomen. Dat is ook leuk. We gaan jullie helemaal meenemen hoe we het gaan doen. We gaan er nu naartoe, jongens. Let's go. Zo, jongens. Even de trolley aan het laden. Met mijn kapotte stretcher. Zo ziet hij er beter uit. Er staan nog een hele hoop spullen. Ik ben al even met het bootje in en weer gelopen. Bram is even met de hand wat spullen aan het lopen. Maar tot onze helaas verbazing zit er een pol te fieder op de stek. Maar gelukkig gaat hij over 2 uurtjes zo weer weg. Hoor hem dan. Maar ja, cheese. Gooi die spullen er maar op. Kijk. De eiwittoog. Ja, want hij moet aan de wikkel. Het laatste karretje. Nog 2 emmertjes. Zijn de autootjes weer leeg. Valt mee. En dan gaan we schouw opbouwen. Ja, jongens. De richtjes zijn geknoopt. Ik ben samen met Bram lekker aan het knopen geweest. En jullie zien het. Ze zijn helemaal fresh. Haakmaatje 4 en een white cape. Eigenlijk 2 keer hetzelfde. Gaan we een single bol vissen. Zoals jullie zien, is die inhaking toch wel echt perfect. Super scherpe haakjes. En je hebt een nieuwe tactiek. Ja, hierdoor verspeel je ze niet meer. Haken zo goed in dat je niet gaat verspelen. Dus jullie zullen het zien. Vandaag komt elke vis binnen. En mooi richtje. Verder, ja, dus een krimpkousje van denk 2 centimeter. En ja, ik ga gewoon het ding doen. Verder niet te gek. Deze gaan eraan. En deze gaan eraan. We hebben namelijk 2 dagen lang gevoerd. 3 kilo per dag, 3,5 kilo. We hebben ja, 2 stroken, dus we hebben 2 strookjes gemaakt. We hebben nu het bootje mee, zodat we ze echt perfect neer kunnen leggen. Ik denk dat we ja, iets minder dan 0,5 kilo per stek gaan voeren. Allebei de hengeltjes erop, om te kijken of de vis er ligt. En dan kijken of die snel af kan gaan. Dus, het kampement is nog helemaal niet opgebouwd. Eerst de hengeltjes gedaan. En nu is Bram deel 2 van de boot aan het opblazen. Ziet er goed uit, jongetje. Ja, bijna ready to go. Pompen, pompen, pompen. Daar hebben we hem. Ja, jongens, je ziet het. Het bootje is opgepompt. En ik ga het eerste hengeltje uitvaren. De GoPro is leeg. Dus morgen filmen we even met de GoPro in de boot. Ik heb hier een emmertje met voer mee. Van onze vrienden. Kent ze wel. Eigenootkoop.nl. De, hoe heet die? Tijger Nut Crush. Met de bloedworm Alibut gemixt. En we gaan dus even het eerste hengeltje uitvaren. Zo. Hey jongens, jullie zien het, Bram de boodschappenman, die staat daar te smijten met die beulenpijp. En zo zie ik waar die beulies terechtkomen. En waar ik dus mijn aasje kan droppen. Hier hebben we het voer, hier zit het haakaas. En dan, kijk, we zijn er bijna. Dan gaan we eens even die hengel netjes neerleggen. Word je bekogeld. Het scheelt heel veel, echt niet veel. Oef, bloep bloep. Het hengeltje ligt hier beneden. En Bram staat lekker te smijten. Dus dan sta ik ook lekker te smijten. Hoppa! Hoppa! Dus knal even lekker een beetje voer erin. Hier nog een beetje breder. Hoppa! Oh. Daar zijn we weer. En kijk eens, vers uit de folie. We hebben hier een mooie DW Polo. Met de kortingscode BRAM10 krijg je 10% korting. Ja, ja. Dat... Jongens, jullie weten het, hè. Bram de boodschappenman, zet hem goed. 10% korting met Bram10. En dan mag jij eens even eerlijk zeggen wat je ervan vindt zo meteen. Ja, die chest komt wel naar voren. Ja, hé. Kijk eens even, hé. Die armpjes komen er ook wel lekker uit. Ah, lekker stoffie hoor, maat. Je zweet er niet in, dat is wel stof. Ja jongens, er loopt hier gewoon overdag alweer een vies ratje. Kijken of we hem kunnen opsporen. Waar zit hij nou? Hey, weet je ook dat ik zo uit de boot te halen, maat? Nee. Gaat wel goed. Jongens, kijk eens aan hoe gebakken we erbij zitten. Heel gebakken. Lekker burger. Kijk, en een tafeltje erbij. Zometeen even de voetbal aan. En Essertje en onze Duitse vrienden, want de vorige sessie toen wij in Frankrijk zaten, hadden ze deze laten staan. Dus ze zeiden jullie mogen hem hebben.
Zeker, een mooi tafeltje. En nu zetten we even Slovenië-Servië aan. Zo is het. Echt een knalwedstrijd natuurlijk. Voor de rest natuurlijk. En oei, oei, oei. Overheerlijk burgertje. Wat wil je nog meer? Morgen het grote Nederland. Morgen het grote Nederland, hè? Je hebt wel een oranje shirt bij. Ik heb een oranje shirt bij. Bram zijn engel, zijn linkerengel, die piept enorm. En ik zeg al de hele tijd, brazen. Maar hij wil hem nog niet pakken. Nee, want we doen een run om run. En elke engel die je oppakt, die telt. Ja, dus. Zeker. Kijk eens naar onze nieuwe grote vriend. Daar gaat hij. Oh, dat vies beest. De engeltjes liggen nog rustig. We zijn lekker even een wedstrijdje voetbal aan het kijken. En hopen dat hij snel afloopt. Waar zou je hem hebben? Ja, jongens. We zitten er nog maar rustig bij. Dus we dachten, we gaan gewoon even een hamburgertje eten. Dat brengt altijd geluk. En hopen dat het snel afgaat. Het is nog stilletjes. Op zich, als je dan 3 dagen hebt gevoerd, dan denk je altijd, nou, dan zal hij wel binnen 2 uurtjes gaan. Dat valt tegen. Dat valt tegen tot nu toe. Maar kom goed. Daar hebben we de man met het grote plan. En wat is het nieuws, Maartje? Het grote plan. Het grote plan, ja. Wat is het grote plan? Dat jij de lijnen nog even een keertje gaat uitvaren. Nou, het is inmiddels 7 uur, jongens. En we krijgen geen piep. Dus dat is niet mooi. Maar ik bedoel, het is een schone zaak. Dat sowieso ligt ook wel een hoop voer. Ja. Ik denk, een kilootje gevoerd. Een paar gevoerd. Dus ook niet heel weinig. Dus misschien duurt het eventjes. Misschien gaan ze vannacht pas los. Je weet het niet, maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ja jongens, helaas is het nog niet alles, maar we hebben toch wel echt prachtige lucht en zo. Wat u zelf ook wel ziet hoe slecht het gaat. Nou jongens, het is 11:15. We gaan lekker slapen. Nou ja, we gaan toch gewoon om die vissen even een beetje actief te krijgen. Hopelijk een paar handjes hier. Ik weet het niet. Daar staat hij. Ja jongens, het heeft even geduurd. Maar hij is eindelijk afgegaan. Het is wel veel man. Het is 2:30. En de engels bij Ramses tent die daar stond ging al. Dat is mooi. Even kijken wat voor schobbeljok het is. Ah, klein schuppie. Ja. Zo, dames en heren. Daar kwam toch even een iets ander visje te boven toen dan we hadden verwacht. Toch nog echt wel een mooie vis. Waarschijnlijk heeft dat voeren toch wel geholpen, want gelijk eerste vis, het heeft wel even geduurd. Gelijk even een beste jongen, 12 kilo's. Super mooie schub. Helemaal puntje gaaf en was niet zo sterk. Ik dacht gewoon een klein schubje, maar toen die, als je dan altijd toch in één keer in het net kijkt, dan denk je nou, dat valt helemaal niet tegen. Echt een lange vis. En een paar fotootjes maken van die dus. Het heeft heel lang geduurd dat we de eerste aanbeet kregen. Ja, maar hij is binnen, jongen. Zo, dan ga ik dan er weer vandoor. Echt wel een mooi beestje, hoor. Hij is wel kalm. Ah, hij is lekker kalm. Kijk, hij is kalm. Oude dikke loebas. Hoppakee. Kassa. Een hele goede morgen. We hebben goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we nog een nachtje gaan. Het slechte nieuws is dat we maar 1 vis hebben gevangen. En dat best wel karig is voor hoeveel voer we in het water hebben gegooid. Maar ja, wel gelijk een mooie. Dat zeker. We hebben nu wel de hele dag de tijd om een beetje plekjes te gaan zoeken. En ja, we gaan de engels wel verplaatsen, denk ik. We hebben nu 4 engels eigenlijk op een voerstrook gevist. Nou, dat is hem toch niet geworden. Dus misschien toch wel wat verspreider vissen. De lijnen liggen ook best wel dicht bij elkaar. En kijken of het een beetje vissen oplevert. Misschien vanmiddag even een ronnetje erop over de tjortje. Want er komt straks nog een klein zonnetje. Dus wie weet kunnen we wat in het zonnetje van. Ik ben hem. Hey jongens, nieuw ontbijtje. Ziet het weer een tossie. Nieuw sausje. En Handela, Sasje. En nieuwe smaak tosti's, bolognese. Goed hoor, gaan we eens even proeven.
af en toe maar weer eens een klein afwisseling. Cijfer van 1 tot 10. Tot wel een 8. Zeker. Toppetje. Zo jongens, we zijn weer druk aan de knoperij. Ja, wat we dus merkten toen we alle vier de aasjes ophaalden, is dat alle vier de bolies echt ver naar de blubber stonken. Dat betekent waarschijnlijk dat je aas of echt in de blubber is getrokken of dat die er echt op lag. We vissen al met helikoptersystemen. Nou, wat gaan we dan doen? Gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat deze biet ietsje hoger staat, zodat de onderlijn meer ruimte heeft om eventueel het weggezakte lood in de blubber te kunnen voorkomen dat ook de onderlijn in de blubber wordt getrokken. En daarnaast, zoals jullie ziet, zijn we de bolies aan het uitharden of aan het uithollen. En wat ook een goede tip daarvoor is, ik heb nu de hardworms daarvoor gebruikt. Normaal als ik dat met een bolie doe, dan breken ze allemaal. Maar die hardworms zijn keihard, dus daar heb je geen last van. En wat we dus gaan doen, je ziet het, het is een mooi holletje. We stoppen er een stukje kurk in. Ploep! En ja, perfect. Dat is een mooi dingetje om een gaatje mee te maken. Een stukje kurk. En ja, dat gaat het doen. Daardoor hopen we dat de bolie iets boven de blubber blijft zweven. Waardoor die niet echt naar de blubber gaat stinken en toch die vis kan aantrekken. Zo gaan we proberen om toch wat meer visjes dan vannacht te vangen. Dat zou mooi zijn. Ja jongens, let's go. Hengeltjes uitvaren met... Jawel, jawel. Bram de Roeiman. Ja, ja. Dat kennen we ook nog. Kennen we ook nog, zo, hè. We hebben net een flink stukje gevaren, maar we hebben twee nieuwe stekjes gezocht. Harde bodem, dus... Klein beetje voer erop, want we willen echt snel een aanbeet krijgen. Want gisteren hebben we het gewoon veel te lang geduurd, het staat nergens op. Dus een klein beetje voer en knallen maar. Precies, dus we hebben hier even het voer bij. We hebben hier het voer bij een bootje. Hengeltje in het hand en dan kan ik gewoon rustig zo met het hengeltje overal voelen of het een beetje hard of zachte bodem is. Bram die lekker aan het varen is. Stop. Top team, hé? Hey? Daar zat hij. Keihard. En? Echt hard. Net zo. Ik ga naar de boot kijken. Zo hard. Zo jongens, de hengeltjes liggen. Die hebben net meegekeken hoe we dat hebben gedaan. We gaan deze hengeltjes tot een uurtje of 8 laten liggen. En dan eigenlijk gewoon overdag daar de tijd op geven. En dan gaan we ze nog één keertje verversen voordat de nacht valt. Voordat Nederland zelf dat begint. Dat ook. En dan hopen dat gewoon een bak uit gaat geven. Overdag een vis zou geweldig zijn. Zo, top zo. Brazen voor branden zo. TV. Je ziet het, de EK-poel is gestart. Met de mannen. Zo, hij gaat er hard van door, jongen. Staat hij aan? Hey, vangen gaat goed, toch? Zo lekker, goos. Ik roepte het nog op je af. Zo, die verre gek. Bij dat huisje. Ziek. Goos, heb je hem aan de haak, of hoppa. Niet? Hoppa. Lekker, man. Zo, gekke huis. Lekker cheesy. Oké, okay, we gaan eens even drillen. Je ziet het. Het weer zit niet mee, jongens. Maar dan kan je wel vangen. Zo is dat. Ik ga even gauw die camera binnenleggen. Ja, daar staat hij. Bram, hoe voelt hij? Ja, hij zwemt nu een beetje mee, maar wat een fluiten, zeg. Ja, die staat ook nog op film. Dat is mooi. Hij gaat naar het eiland toe. Ja, zeker. Ik heb weer Soundbox even gefilmd. Exact. Jij gaat hem even scheppen. Sowieso. Brengt geluk, hè, deze man. Ik roep het af en het komt. Hop. Ja, daar komt die cheese. Wat is het? Een schub of een spiegel? Volgens mij een schub. Ja, schub. Een spiegel, goos. Een spiegel, goos. En een dikke ook, ouwe. Lekker. Ah, nee, het valt mee, maar hij is wel mooi volgens mij. Hij is wel mooi. Zo. Hij doet het weer eventjes hoor. Spiegeltje.
los, los. Hij is best wel mooi hoor. Hey. Ja, hij is zeker mooi. Kom maar even in het netje, Pik. Zo, hij is fucking mooi. Hij heeft een lekker ruggetje hoor. Hij is lijpenschut. Zo, hij is mooi gek. Hij is echt ziek. Hij is ook nog best groot, goos. Nee, nee, haast omhoog. Wispoes. Omhoog met die vis. Hij is, doe hem omhoog, gaat. Omhoog, omhoog. Hij is strijd, hij is fucking groot. Ja? Hij is echt wel mooi. Hij is wel mooi, maar hij is niet zo groot, toch? Ja, best wel hoog. Kijk eens. Hij is wel ziek, ouwe. Wat een vis. Lijp, rijer. Gek! Zo, hij is niet ziek, maat. We praten niet veel! Ja, ja, mannen zijn blij! Ik zei het nog! Spiegeltje, spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Mooiste spiegel van het land. Kijk eens, echt perfect in het onderlippie. Ja. Dat stukje kurk heeft toch geholpen. Net eventjes iets boven de blubber. En top. En hij loopt af hoor. Hij is netjes om. Nou, daar is hij dan. Nummertje 2, eerste voor mij. En hij kwam op de nieuwe stack. Dus dat is helemaal top. Nou, wat een pareltje zeg. Hij is echt fucking mooi. Niet normaal harde run. Het begon eigenlijk net met regen. Ik zat even het EK te kijken. En bizar harde run. Niet normaal. Mee. Laat de andere kant ook even zien. We vissen run om run, dus goed nieuws voor Chit, hij is weer aan de beurt, maar hier ben ik zeker weten tevreden mee. Zo, die vis. Hij is echt mooi. Goed schiet en dan kan hij weer terug. Zo is dat. Zo, hij kan er weer vandoor, de druk te maken. Wel echt een mooie vis gek, wojo. En aan doen. Even draaien. Hij moet even bijkomen van die run. Hij maakt er ook echt een poppenkast van. Zo, daar gaat hij. Strijden. Lekker. Lekker. Nou maatje, wat is de update? Ja jongens. Slowakije verloren. Inswitsen. Hoeveel? En wacht hem op een karpetje. Zo ja, alles. Ja jongens, Brandy vaart er helemaal uit. Pak hem, pak hem, pak hem. Dat is sowieso brazen plek. Echt 1000% brazen. Ik zie aan heel de run al. Vallen, sorry. En? Ja, sowieso een lap. Nou ja. Je hebt toch weer even goed nieuws, maatje. Ja, het is wel een kwartje. Ja. Maar wel een kleintje. Echt een kleintje. Op de Roenie even, maat. Op de Roenie, gek huis. Zo. Misschien is het wel een spiegeltje. We gaan hem even scheppen en dan zien jullie hem zo. Ja, ja jongens, daar is hij. Het spiegeltje op het hengeltje van Bram, op de Roenierig. Wie had het verwacht? Ik niet. Maar een mooi klein uitzettetje. En het regent nog hard, dus we gaan hem snel weer terugzetten. Maar... activiteit overdag. Activiteit overdag is altijd goed. Lekker hoor. Geef vertrouwen voor de nacht. En hij mag natuurlijk weer lekker zwemmen. Hij mag zeker weer lekker zwemmen. Op naar zijn vader. Ja, zijn oom. Zijn oom. Op dat hengeltje van Chit. Hoppa. Lekker maatje. Ja jongens. Nederland hartje zomer anno 2024. Moet dit ook gewoon kunnen hè? Wat een gek. Kijk, is wat lekker, maatje. Ja jongens, we zijn inmiddels een uurtje of 7. We zijn lekker een ipsenwarmertje aan het bakken. En echt lekker worden hoor. Lekker broodje, hard broodje erbij. Top. Het is nog even stil, maar het gaat zo stoppen met regenen. Dus dat betekent... varen. Jongens, daar gaat hij! Zo, hij gaat hard!
In de tussentijd zijn we lekker aan het koken. En ik ga het gauw uitzetten, want ik ga cheese helpen. Woehoe! Nou, daar staat hij. Was nog eens een fluitetje, of niet, Bram? Dat is inderdaad een Haagse fluit dan. Op het hengeltje van Chit. Ja, ja, ja. Let maar op, hij gaat weer een dikke spiegel op mijn hengel vangen. Hij zwemt weer een beetje mee, man. Ja, had ik ook. Maar kom maar goed. Zelfs al onder die brug, gek. Ja, hij ging er wel flink vandoor, joh. Hij ging echt heel hard vandoor. Ah, wel vangen, hè, overdag. Stop. Bizar. Oké, ik ga even het schepnetje pakken en dan gaan we scheppen. Hey boys, pas op. Ik kom jij er maar even voor langs. En Bram, wat is het? Het is een kleine schuppie, maar op het hengeltje van Chit is altijd goed. Dan staan we weer kiet, want hij had een mooi spiegeltje op die van mij. Jij gaat er scheppen? Tuurlijk. Hij gaat hem even laten landen zo. Heb ik er nog geen zin in. Uit het zijslootje, tweede vis, hè? Kijk zo. Poging 2. Ah, hij is nog best mooi. Dat is geen knolly-knol. Wat een klote, man. Nu haast, nu is die voor jou. Ja, grapen, maat. Omhoog, omhoog. Hoppa. Lekker, maatje. Kassa, laat jij eens even zien. Nummertje 4. Soldaat. Ja, hij is binnen. Toch mooi. Dat is top. Nummertje 4, nummertje 2 voor mij. En knallen. Kassa. Het is los. Chit, echt los. Chit weer aan de beurt. Het lekker. Is los. Het is echt los. We zijn lijf. Dat is mooi. Hij is mooi. Zeker op het hengeltje van Chit. Is toch weer even lekker. Is de schuphengel, hè? Ja. Mooie vis, jongens. Oh, mooi hey, en die kurk. Ja, 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 ja. Die kurk, daar is die dan. Nummertje 4, nummertje 2 voor mij. Op het hengeltje van Chit. De schuphengel. En we gaan heel snel varen. Zo. Want het is los. En het is droog, dus dat is top. En het is droog, inderdaad. Een fotootje schieten en dan kan die terug. Ja, daar zit hij. Ja, ja, daar zitten we. We hebben hier een lekker broodje kip swarma met Andalous sausje. Lekker, lekker. En visje nummer 4 is ook binnen. Dus we gaan zo even strijden, want het is droog. Dus ja. Dat betekent dat we 4 lijnen gaan uitvaren. Dus dat duurt wel even. En dan zijn we precies op tijd klaar voordat het Nederlands elftal begint. Het zou mooi zijn. Dus even snel opeten en varen met die geit. Let's go. Altijd tijdens het eten, hè? Zo. Hoe lang ligt deze een? Niet lang. Hoi. Ik ga hem met groentje aanpakken. Bizar. Ja jongens, daar is hij dan, nummer 5. 5 minuutjes voordat de wedstrijd Nederland tegen Frankrijk begint. En een supermooi schupje. Mooie oranje vinnetjes, dus kan niet anders dan goed komen. En we gaan hem snel terugzetten. Snel hij lag die echt net, varen. Net in. En dan gaan we lekker Nederland kijken. Oh! Welk is het? Verder dit, ik zeg snel. Niet normaal. Hij is gek hoor. Hij ging echt hard. Wow, yo. Bizar. Zo, weer op die veld. Niet normaal, het gaat helemaal los. Kijk dan. Gek. Echt ziek. Ondertussen. En blijven supporten, boys. Oranje anders. Hup, Holland. Spitspuur. Kijk hem trekken dan, die kromme top. Daar zijn ze hoor, de marine. Hey, paddle is door!
Een grote shout-out naar Denver. Hij stond er even op de kant. Normaal. En die hengel ging af. En die haalt nog wel even binnen, een mooi spiegeltje. En die van mij liggen hier. Juist. Ja, ja, een dertiger. Laat ze even zien. Kijk eens. Normaal. Ja, je ziet net niks, maat. Wat een chaos, joh. We kunnen niet eens Nederland kijken. De paai al gespoord. Ik zou niet weten, man, die internetviel weg. Wat is dit, joh? Mijn hengel zit, hij zit aan de verkeerde kant. Ja, ik heb hem omgedraaid, man. Dat ding viel eraf. Echt? Aangezien Bram de boodschappen, man, al zijn dingen bij de kringloop haalt. Vuur die hendel eraf. Nee, toch? Jawel. Wel een strijder, hoor. Hij is nog best groot, hè? Hé? Hey? Is hoeveel weg van jou? Is groter dan die van mij, denk ik. Ik denk wel. Zo is het. Maar ik ben wel weer aan de beurt. Ja, dat is toch wel even lekker. Laat aan. Kijk jongens, wat een visie, hè? Deze die heeft de bloedworm en de Kenny Tiger Net Crush wel gevonden. Tonnetje rond en echt een mooie hoog visie. Ja, en Denver, de baas, die had hem even opgepakt. We zaten met z'n tweeën in de boot. Omdat Bram zijn hengel ging af, maar die zat vast. Toen ging deze hengel terwijl we in de boot zaten. Dus Denver pakte de hengel en hij zat er nog aan. Dus mooie visie. Echt wel mooi. Een kilootje of 10. Verwegen zo. Ook nog een mooie visie. En een fotootje en ik kan terug. Nou ja, daar zijn we dan. En het is echt bizar. Gekhuis, dubbelrun. En mijn hengel die zwom vast, dus we moesten met de boot er naartoe. Toen ging die van chitten. Ja, een maatje van ons had hem gelukkig opgepakt. En we hebben ze allebei weten te vangen. Dus de bloedworm Hollywood doet wel zijn ding. Zeker. Gaat helemaal los. Snel fotootjes maken en dan... mooie visjes, mooie schuppies. Of je nog een kusje geven. Buurman en buurman. Ja, jongens, dit is echt niet normaal. Hoe lang ligt deze? Hij is los, man. Nee, joh. Meen je dat nou? Ja. Amateur. Ik zei het nog, hè. Ken dat nou? Schiet die even los. Is dat ja, kut? Weer drie van de vier hengels op de kant. Het gaat helemaal los. We moeten snel gaan varen, maatje. Quiz. Kareltje. Kijk eens, Brammy. Daar staat hij. Staan we. Kromme toppen. Helemaal niet gek, hè? Het is 8:30. En eigenlijk heel de nacht stilgebleven. Ja, het was echt weer raar. Het was gek huis. We kregen denk ik 3 runs in een uur. Dubbel run. Bijna triple run. Dat was niet normaal. En op een gegeven moment is het gewoon helemaal stilgevallen. En toen denk ik net 5 minuten geleden kreeg ik toch nog een run op de rechter. En er zit een mooi schuppie aan. Toch Kasi? Op steppen en dan... is het mooi. Nou, daar is hij dan. Nummertje 8 volgens mij, nummertje 4 voor mij. En ja, mooie visie. Ik denk de laatste van de sessie, we blijven nog 3 uurtjes ongeveer. En dan is het mooi geweest, maar wat een top sessie, bizar. Gistermiddag echt gek huis, gisteravond gek huis. We hebben niet eens Nederlands elftal kunnen kijken. Niet mooi. Helemaal gemist, maar... Ik had dit gisterochtend toch niet verwacht. Nee, toen hadden we nog zoveel zouden vangen. Ja, het voeren, het weer en uitvaren met de boot. Dat was echt een hele hoop geholpen. Zeker. Fotootje schieten en dan mag hij weer terug. Ja hoor, Tibus. Kijk eens. Hij had een beetje een soort gek boekje. Ja, hij is een beetje zo'n Quasimodo. Quasi, quasi. Motion. Kijk eens. En gaat hij weer. Lekker. Lekker. Zit hij? Zitten we dan. Onze laatste ochtendmaal. En dan is het mooi geweest. Dan gaan we de hengels opruimen, het bootje moeten opruimen. Ik denk dat we rond een uurtje of 11:30 richting huis gaan en dan zit de sessie erop. Maar, zeker. Zeer zeker geslaagd. Was het zeker, maatje? We hebben even lekker gevangen, hé? Bizar. Vaker doen.
Zo, zoals je ziet is Chitte goed bezig. Ja. Maar we zijn een beetje die zooi eruit te halen. Want het bootje is best wel een beetje volgelopen met water. Bijvoeren. Lekker maat. Ja jongens, dat was hem weer. Het was weer een geslaagde sessie met Bram de boodschappen, man. Je ziet het autootje zo propvol met de boot, maar hij past in. Vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer en we zien jullie volgende week weer om 3:30.